fruit- en notenbomen bieden zowel ecologische als economische voordelen. Kijk bijvoorbeeld naar deze notelaars op een weide. Rechte stammen die zijn het meest waardevol. Dus als je dat kunt combineren met enerzijds de noten, anderzijds de stam en nog eens een keer het vee die het gras gaan eten, dan kun je dus eigenlijk heel veel combineren en dan moet je daar normaal gezien met een beetje creativiteit een serieuze meerwaarde uit kunnen halen ten opzichte van een gewoon grasland. Uiteraard zijn bomen ook goed te combineren met akkerbouwgewassen. In beide gevallen begin je door de soort noten of fruit te kiezen. Ik denk dat we binnen het kader van agroforestry best de keuze maken voor voornamelijk appelvariëteiten, appelbomen. Perenbomen kunnen ook, maar daar is het commerciële aspect iets moeilijker, omdat je dan ook met bepaalde perenvariëteiten zit die je iets of wat moet kunnen bewaren. Als we naar appels kijken, dan moet je een paar dingen in ogenschouw nemen. Je moet zelf, denk ik, als landbouwer, als teler, de keuze durven maken van wat is mijn uiteindelijke doel van die appelvariëteit. Wanneer je een keuze maakt en je vraagt je af welk doel ga ik met die productie uit, dan heb je denk ik een paar mogelijkheden. Zeg je, ik heb een bedrijfssituatie waar dat ik hetgeen dat ze noemen de korte keten kan mee bevoorraden, dan zijn het ook appels die je daar kunt voor planten die echt bedoeld zijn om als dessertappel in de markt gezet te worden. Daar hebben we zeker en vast de dessertappels die traditioneel nog uit de hoogstamboomgaarden stammen. Ik noem maar wat, Renette France, Courpendu, Renette Hernault, Rijn de Renette. Maar ook misschien zelfs de meer modernere kruisingen die wat meer robuust zijn tegen ziekten en plagen. Je hebt er de kruisingen die vandaag in de bio-fruitteelt heel erg gegeerd zijn. Topas, de clubsoorten, Natira. Je hebt er verschillende die ook schurftresistent, schurftolerant zijn. En die het ook zelfs op struiken, groot struiken, maar zelfs ook in hoogstammen het vrij goed doet. Een andere optie is natuurlijk dat je zegt van ik ga dat fruit telen en ik ga daar richting fruitverwerking. Vandaag is er tamelijk veel vraag naar biofruit voor bijvoorbeeld appelsapproductie, voor appelmoes, de bio-appelmoes. En misschien zelfs nog meer dan bio, er is zelfs vraag naar zero-input fruit. Fruit waar dat geen pesticiden, geen herbiciden, geen kunstmeststoffen in of rond gebruikt zijn. En dat is ook een zekere mogelijkheid. Dan moet je eerder de keuze gaan maken naar variëteiten die veel produceren, die ook saprijk zijn, die ook een vrij regelmatige, goede productie hebben. En als we dan terugdenken naar de klassieke boomgaardvariëteiten, zit je in het genre van de types bellefleur, de Berglander, de Vlaamse bellefleur genoemd, de dubbele bellefleur, de Rambourtypes, ook wel de Renette Hernault, Renette Bouwman. Dat zijn appels met heel wat potentieel, met regelmatige productie en die kunnen enorm veel produceren. Dus als je naar de industriële verwerking van dat agroforestry fruit gaat kijken, dan is dat zeker een aanrader. Eens dat je een idee hebt van de fruitsoort en het type verwerking, kan je beginnen te denken over de plaatsing van de bomen op het perceel. Waar de zon het meest schijnt, te zeggen de zaadzijde, hebben wij dus de perelaars gezet. Maar perelaars hebben hoe dan ook veel warmte nodig. En omdat ze dan op de zaadtelling staan, krijgen ze als het regent toch water. En dan helemaal op de heuvel, op de top, hebben we dan de kerzelaars gezet. Want kerzelaars kunnen hoe dan ook niet tegen staand water. De grotere afstand tussen bomen in een agroforestry-systeem heeft voordelen voor fruitproductie. Maar er zijn ook aandachtspunten. Fruit wordt alleen maar beter als je beter belichting hebt. Dus dat is het nadeel van boomgaarden die te kort op elkaar geplant zouden zijn. Boomgaarden die op 6, 7, 8 meter staan, die hebben na 15 jaar of na 20 jaar lichtgebrek. En dan heb je alleen nog meer in de koppen van de bomen of enkel maar aan de belichte zijde nog goede productie.
En de rest staat een beetje in het donker en geeft slechte productie, slechtere kwaliteit, geen kleur, minder suikers, noem maar op. Dus hoe beter de belichting, hoe beter de kwaliteit van het fruit. Een van de aandachtspunten is de onderstamkeuze in functie van mogelijke windstress. En dan denk ik inderdaad dat je moet gaan naar gelang het volume dat je de boom wenst te laten uitgroeien, naar de matig sterke onderstammen, hè, type 100 mm 106, maar dat is misschien nog net te zwak om veel windweerstand te hebben. Maar mm 111, een ander matig groeiend type, die kan dat wel aan. En hoe groter dat je bomen wenst te laten worden, hoe sterker je onderstamtype moet zijn waar dat je mee werkt. In dit geval, hier staan we in een boomgaard, daar werken we praktisch uitsluitend met saailing onderstammen. Met de Malus communis bittenveldig. Een mostappelzaailing die een hele sterke, goede verankering geeft, omdat een saailing onderstam, die is uit een kern gekomen en die maakt pinwortels in de grond. En die pinwortels die zorgen voor de verankering. Het is een beetje anders dan vegetatief vermeerderde onderstammen. Bijvoorbeeld M16 is ook een heel krachtige groeier, maar is vegetatief vermeerderd. Dus die zijn wortelstelsel gaat sowieso meer oppervlakkig blijven. Meer oppervlakkig, minder windbestendig. Ik denk dat dat gecorreleerd is aan elkaar. Bij oppervlakkig wortelende boomtypes kunnen de wortels beschadigd worden tijdens de bodembewerkingen. En dan te kort bij die bomen de grondbewerkingen gaat uitvoeren, dan kan het zijn dat je daardoor toch x aantal procenten van het wortelstelsel beschadigd en ook weer die grondverankering een stuk verminderd. Met saailingen heb je dat gevaar niet, of toch veel minder, omdat die gaan niet kiemen en dan zo oppervlakkig in de grond worden. Die gaan echt wel meer naar de diepte. Dus van het moment dat je dan een meter of een meter 20, meter 50 van je bomen blijft, dan raak je die in wezen veel minder. Nu, het is wel zo, hoe groter je kruin, hoe meer wortels, ook bij saailingonderstammen, dat er in die oppervlakkige bodemlagen moeten zitten, omwille van het voedingsaspect. Die pinwortels die dienen vooral voor de verankering en voor de vochtopname, maar minder voor de opname van voedingselementen. Dus hoe groter je kruin, hoe verder dat je ook met de grondbewerkingen van het centrum van uw boom moet afblijven. Het is ook belangrijk om rekening te houden met bestuiving. Op onze boomgaard van 254 bomen hebben we 6 wilde zaailingen. 3 zaailingen van appel en 3 zaailingen van peer die mee moeten inspringen bij de bestuiving van de soms moeilijkere bestuivende rassen eigenlijk. Er is ook gekeken naar het rassenassortiment in functie van de bestuiving, want we kunnen eigenlijk de bomen indelen in 3 grote groepen, de vroegbloeiers, de midden- en de laatbloeiers. En wanneer je vrucht wil hebben, moet je buren hebben die op hetzelfde moment bloeien, om kruisbestuiving waar te maken eigenlijk. Het snoeien van fruitbomen is belangrijk voor de kwaliteit van de fruitproductie. Snoeien zorgt voor de gewenste boomvorm, je krijgt fruit van de gewenste diameter en er komt voldoende licht in de boomkroon. Dat is dikwijls de bedoeling van de gesteltakken zwaar genoeg uit te bouwen, dat de boom in de breedte zich ontwikkelt en dat die hardtak, die koptak, toch ook enigszins in hoogte kan belemmerd of beperkt worden, zodanig dat je niet met meters hoge ladders moet werken. Maar in een kader van agroforestry, wanneer je echt denkt aan een smaller, enger systeem, dan is die middentak van hoofdbelang. Dan zijn de zijtakken belangrijk, maar niet zodanig dat je ze heel breed uitgroeit. Toch zeker niet tegen de rijrichting in. Hè? En dat je de juiste onderstammenkeuze maakt, opdat de hoogte niet overdreven gaat worden. Bij de vorming van de boom vertrekken we vanuit een jonge boom met een 5-tal takken. Die 5 takken, daar maken we 1 als hardtak en 4 als gesteltakken. Die hardtak krijgt de bovenhand door hem hoger te laten. De zijtakken, de gesteltakken, die gaan we eigenlijk dat we kunnen uitbuigen tot op een hoek van 45 graden. Dat eigenlijk de beste inplanting is voor de vruchtgesteltakken, om het gewicht van de vruchten te houden eigenlijk.
zomersnoei tussen juni en september en wintersnoei tussen november en maart hebben verschillende functies. Het principe is eigenlijk bij zomersnoei dat we werken aan de boom met neerwaartse sapstroom. Dat wil zeggen dat de energie uit de plant weg is. Wanneer je dan knipt, komt daar nooit nog een tak uit. Knippen we in maart, maken we takken. Iedere knip in maart wordt gevolgd door productie van takken. Bij zomersnoei is juist het leuke, wanneer je iets wegneemt, is dat definitief weg. Vandaar ook dat we in de zomer wortelscheuten, stamscheuten, kruisende takken, waterloten wegnemen. En dat is een werk van een eenmalig werk waar je dan altijd van afzet. Een bijkomende reden om te snoeien is om vraatschade te verhinderen wanneer de bomen gecombineerd worden met vee. Je moet er ook rekening mee houden dat door het vraat de takken gaan afhangen. Waardoor dat ze eigenlijk bereikbaar zijn voor de schapen. Dus dan moeten wij die takken dus bijsnoeien. Als je dat niet doet, dan gaan die schapen gaan eigenlijk soms met twee of met drie aan die takken. Als ze eraan kunnen en dan hebben ze al redelijk kracht. En dan kan het zijn dat u uw gesteltak gaat afscheuren. Daarnaast kan het vee aan de boomschors knabbelen of er tegen schuren. Dus bepaalde maatregelen zijn wel degelijk nodig om de bomen te beschermen. Als je dus bomen en dieren combineert, dan moet je dus zorgen dat die dieren van die bomen afblijven. Dat is al één, dat is dus zeer belangrijk. Dus er moeten korven rond die bomen staan, dus die bomen moeten palen hebben. Dus daar zijn allerhande systemen en dat is ook afhankelijk van het soort vee dat je eronder zet. Voor runderen bijvoorbeeld is dat niet zo moeilijk als daar voldoende bomen staan en die dieren die hebben wel ergens iets waar ze zich aan kunnen schuren, dan gaan ze zich niet aan de bomen schuren, dus dan zit je wel oké. Als je ook de plaatsen waar dat ze samenkomen, dus de drinkplaats en de eetplaats, als je moet bijvoederen, als daar niet te veel bomen in de buurt staan, dan is het gemakkelijker. Dus maar bijvoorbeeld een boom vlak bij een drinkplaats, ja, dat gaat altijd een sukkelaar blijven, want daar wordt veel getrappeld. Ze gaan daar zich schuren, dus die is eigenlijk gedoemd om te mislukken. Waar je ook mee moet opletten als het gaat over appel en peer, dat is het verslikken. Dus zeker runderen, als die aan het fruit snoepen zijn dat op de grond ligt en de een stoot de andere, dan kan het gebeuren dus dat zo een dier die peer in zijn geheel opeet. Maar dat lukt niet, die blijft steken en een koe die boert veel. Dus het gas van de vertering moet er langs bovenuit. Als er dus een verstopping zit, dan kan dat zelfs tot fatale gevolgen leiden. Ja. Dus dat moet ontstopt worden, dus daar moet de veearts aan te pas komen. De voordelen van fruitbomen met vee zijn er ook. Daar zijn serieuze voordelen aan. Ten eerste, dus qua onderhoud onder uw bomen heb je geen werk. Want de runderen doen dat. Hè. Dus zij onderhouden eigenlijk de eenjarige vegetatie, dus de grassen en de kruiden. En daarnaast heb je het voordeel dat dieren restfruit opeten. Dus als je geen gewasbescherming doet, in de zin van bestrijding van insecten en schimmels, dan krijg je dus dat er dus fruit gaat van mindere kwaliteit zijn. Fruit dat gestoken is, waar dus beestjes in zitten. En meestal is dat fruit eerder rijp. En dat maakt ook dat fruit eerder valt. Dus in principe kun je het gemakkelijk uit elkaar sorteren. Hè. Dus het gestoken fruit is het rijpste en dat valt het eerste. En dat wordt door het vee opgegeten. Dus appelen, peren, kersen, pruimen, dat vinden ze allemaal lekker. En dus zij eten dat op. En tegelijkertijd eten ze het wormpje dat erin zit, eten ze mee op. Op die manier heb je bijvoorbeeld dus kersen met vee. Heb je veel minder last van kersenvlieg. Je hebt veel minder last van pruimenmot. Je hebt veel minder last van de appelmaden. Dus dat is allemaal veel beter onder controle. Wat is dus het recept voor succes met fruit- of notenbomen in agroforestrie? De juiste soort kiezen, de bomen goed onderhouden met een correct en consequent beheer en uiteraard een doordacht vermartingsplan.